de grote parkeerplaats bij Wok Plaza in Schalkhaar. Hier loopt een avondje stappen op zaterdag anders af dan gedacht voor een vriendengroep uit Deventer. Ze raken in conflict met de politie, die afkomt op een ruzie in een naburig café. Mark en Roby zijn erbij. We hebben een hele leuke avond gehad, heel gezellig in de Wok. We liepen vervolgens naar buiten. Er kwam politie aangereden en wij gingen verhaal halen wat er aan de hand was en wat er gebeurd was. En omdat wij verhaal gingen halen, direct als allereerste reactie daarop kregen we een hele agressieve reactie en trokken ze direct de wapenstok. De jongeren snappen die reactie niet. De politie stelt dat de jeugd tot twee keer toe is gesommeerd om weg te gaan. Dat heeft men geweigerd. Ja, op een gegeven moment moet je dan doorpakken. En daar is op dit moment de wapenstok voor gebruikt. Wij gingen weg en op het moment dat we weg aan het lopen waren, werden een aantal mensen uit onze groep geslagen uit het niets. Hé, hey, doe eens normaal! Ik zie nog steeds voor me die agent die zo dreigend op me af kwam lopen en met de twijfel in zijn ogen of die mij ook wat zou doen of niet. En ook met dat ik wegliep, werd ik ook in mijn rug aangevallen en in één keer echt gewoon heel hardhandig naar de grond gegooid en tegen de auto gedrukt. En voordat ik het wist, zat ik in die politiewagen zonder eigenlijk precies te weten wat er allemaal om me heen gebeurde. Meerdere jongeren uit de groep houden blauwe plekken en kneuzingen over aan de confrontatie. En ze voelen zich gebruikt. Het leek voor ons idee gewoon dat ze een nieuwe wapenstokje wilden testen. En daar kwam het uiteindelijk op neer als je goed kritisch ernaar kijkt. Iedereen die een klacht heeft over de manier waarop zij bejegend worden door de politie, is van harte welkom om daar een klacht over in te dienen. We hebben daar een goede regeling voor en dat zal uitermate serieus worden bekeken. Ja, ik heb alleen niet zo heel veel vertrouwen in die commissie, omdat die ook deels bij de politie zelf hoort. En nou heb ik zoiets van, daarom doe ik het liever via de recht te spreken weg, zeg maar, zodat ze zelf ook gewoon echt vervolgd worden. Zodat we zeker weten dat er kritisch naar gekeken wordt door een rechter en dat die onafhankelijk de beeldmaterialen en de bewijzen naast elkaar legt. Hey, kom, we gaan! We gaan! We gaan!